Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met vandaag de fabriek van Cadzand. Dit is het strand van Cadzand aan de grens met België. Hierachter ligt Zeebrugge. De haven van Zeebrugge was strategisch van groot belang. Het was een uitvalsbasis voor Duitse duikboten. Franse en Engelse vliegtuigen bombardeerden dit gebied. Ze werden verjaagd of ze kwamen zonder benzine, dus moesten een noodlanding maken. En dat deden ze op het neutrale strand van Cadzand. Ze werden hier uit elkaar gehaald, met vrachtwagens naar het vliegveld in Soesterberg gebracht en toegevoegd aan de Nederlandse luchtmacht. Het waren er zoveel dat men sprak van de fabriek van Cadzand. De Eerste Wereldoorlog was de eerste oorlog in de geschiedenis waarbij gebruik werd gemaakt van vliegtuigen. Vooral de Duitsers en de Engelsen bestreden elkaar vanuit de lucht. Nederland had ook een handvol toestellen in 1914, maar geen eigen vliegtuigindustrie. Onze toestellen waren dan ook al snel verouderd door de snelle technologische ontwikkelingen die de oorlog met zich meebracht. Niemand wilde het neutrale Nederland vliegtuigen verkopen en dus waren de gestrande toestellen op ons grondgebied de enige manier om aan moderne vliegtuigen te komen. Zeeland werd hofleverancier van deze vliegtuigen. En omdat bij Cadzand wel erg veel gestrande toestellen terechtkwamen, sprak het personeel van de militaire luchtvaartafdeling in Soesterberg van de fabriek van Cadzand. Deze toestellen kwamen meestal in Nederlandse handen door navigatiefouten, motorstoring of omdat ze werden beschoten. De piloten maakten bij voorkeur een noodlanding in het neutrale Nederland, omdat ze niet in vijandelijke handen wilden vallen. Hier werden de vliegeniers wel geïnterneerd. Hoewel ons luchtruim officieel strikt verboden was, kwamen ook opzettelijke schendingen met grote regelmaat voor. En om te voorkomen dat buitenlandse vliegtuigen boven het neutrale Nederland vlogen, werden daarom op kerktorens Nederlandse vlaggen geplaatst. Maar ook dat bleek niet echt te werken, omdat de vliegtuigen vaak 's nachts actief waren en daarom die vlaggen helemaal niet konden zien. Later probeerde men het met verlichting, maar dat bleek zelfs een averechts effect te hebben. Aan het eind van de oorlog waren het vooral de Engelsen die het Nederlandse luchtruim schonden. Zij omzeilden zo de Duitse verdedigingslinie aan de Belgische kust. De Engelse vliegers die gebruikten dit kanaal van Sluis naar Brugge, wat kaarsrecht is, en daardoor een ideale route vormde richting België. En het voordeel hiervan ook was dat 's nachts die glinstering zorgde ervoor dat die piloten zich heel makkelijk de weg konden vinden. Nou, je raadt het al, de Duitsers reageerden hier natuurlijk op en plaatsten hun luchtafweergeschut dichter bij de Nederlandse grens. En hun granaatscherven kwamen dan ook regelmatig over de grens in Zeeuws-Vlaanderen terecht en veroorzaakten dan ook wel de nodige schade daar. Maar echt rampzalige schade leed Zeeland vooral door de zogenoemde vergissingsbombardementen, waarbij met name Engelse vliegeniers per ongeluk hun bommen op Zeeuwse dorpen en steden lieten vallen. Zoals Sluis, dat zelfs 2 keer werd getroffen. Nou, je moet bedenken, de luchtvaart was nog wel amper 10 jaar oud en ook de navigatie stond nog in de kinderschoenen. In de praktijk kon dit betekenen dat een Britse vlieger, als hij bijvoorbeeld boven de Noordzee een verkeerde koers had ingezet, hij makkelijk kon verdwalen en boven Nederland terecht kon komen in plaats van België. Dat kon dus ook betekenen dat hij Zeeuwse steden van Vlaamse steden aanzag met mogelijk rampzalige gevolgen. Vanaf 1915 werden verschillende stadjes in Zeeuws-Vlaanderen getroffen. Maar ook noordelijk gelegen plaatsen werden gebombardeerd, zoals in april 1917 Zierikzee. Een Britse vlieger die dacht dat hij boven Zeebrugge vloog in werkelijkheid boven Zierikzee. Hij wierp 8 bommen af. En hier in de Sint-Domenstraat kwamen 3 personen om het leven. De materiële schade in Zierikzee was ook enorm. Ruim 40 woningen werden of verwoest of ernstig beschadigd. Het vergissingsbombardement op Zierikzee werd in de Nederlandse pers breed uitgemeten. Men sprak er schande van. Nou, de Engelsen ontkenden hevig aanvankelijk en hielden dat zelfs 5 jaar vol. Pas in 1923, dus 5 jaar na het einde van de oorlog, gaven zij toe dat zij verantwoordelijk waren voor het vergissingsbombardement op Zierikzee en waren ze bereid een flinke schadevergoeding te betalen. In totaal hebben 107 toestellen een noodlanding moeten maken en daarvan bijna 100 in de hoek, in de driehoek Oostburg, Aardenburg, Cadzand.
Die toestellen zijn naar Soesterberg gegaan. Daarvan zijn er 69 toegevoegd aan de Nederlandse luchtmacht. En die oorlog in de lucht had dus grote impact op Zeeland en veroorzaakte veel schade. Maar we deden er dus ook ons voordeel mee, zoals met de fabriek van Katzand.